Dames en heren, welkom bij weer een gloednieuwe video hier op het YouTube kanaal van LEGO City Undercover. We gaan weer verder waar we waren gebleven en dat is in hoofdstuk 12. We naderen volgens mij ook alweer bijna het einde, maar dat gaan we meemaken allemaal. We moeten even naar de bestemming rijden, volgens mij is het niet al te ver weg gelukkig. Maar dat gaan we allemaal wel meemaken. Ik heb er in ieder geval best wel veel zin in. We gaan wel bekijken waar het verhaal ons dit keer brengt. Misschien wel bijna richting Rex Fury. We gaan het allemaal meemaken. Maar als het goed is, is het niet al te ver meer. Dus ja, laten we er maar naartoe rijden. Ik zie jullie daar. We zijn bijna bij de plek van bestemming. Eigenlijk zijn we er al een soort van. En we gaan kijken wat we hier nu gaan meemaken. Nou, eens kijken wat dit allemaal gaat zijn. Speciale opdracht inbraak op hoog niveau. Weet je zeker dat de stroom uitstaat? Ja, het licht in de stoppenkast staat op rood. Oh, trouwens. De dokter vertelde me vanochtend dat ik kleurenblind ben. Ah, bist du dom of zo? Maar snel, breng hem naar de heli. Ik bedoel het ziekenhuis. Wie gaat zijn dienst nu overnemen? Ik niet. Nee, ik heb al plannen. Nee, maar ik niet. Wat dacht je van mij? Je gaat een waterleiding leggen. Niet de welt redden, domkopf. Best. Maar du brauchst hem overal. Jij daar. Geef hem je kleding, je helm en je hamer. Wow. Is wel goed. Ik zoek zelf wel wat. Oké. Hey, verplaats dat vat. Zet hem maar bij die pilonnen zo. Pilonnen. Nu moet ik erachter komen wie mijn contactpersoon hier is. Ga door die deur. Snel. Heb je geen breekijzer? Krijgen we weer een nieuwe outfit. Volgens mij is dit de laatste die vrij kan spelen, toch? Ja, dit is de laatste. Hé, hey, repareer die stoppenkast voordat nog iemand zich bezeert. Ik heb zin in een bakkie kleur. Oh, dat is deze. Sla met je hamer op die stoppenkast. Ben jij dat, Jimmy? Ik heb een boodschap van Rex. Hij wil dat je hier een hijskraan steelt. Ik moet gaan. Dat was kort maar krachtig. Steel de hijskraan. Ik smacht naar een goede kop koffie. Nou, dit kan dus ook blijkbaar. Ik denk niet dat wij de goede kleuren in het pistool hebben. Nee, we moeten dus even kijken hoe dat we gaan regelen. Misschien dat we hier wat kunnen slopen. Hoe komen we anders binnen? We gaan wel even kijken hoe we binnenkomen. Hij is vervangbaar, deze kist. Ah. Nee, vanuit een bak met stenen.
Als het goed is komt hier dan die machine. We hebben die kleurmachine namelijk nodig. Ah, dat is deze toch? Dat is toch geen hijskraan? Of moeten we deze? We gaan zien wat we moeten doen met dit ding. Oh, dit. Die poort moet nodig vervangen worden. Hoorde je niet hoe die rammelde? Die stoomwals was leuk, maar heb je niet iets groters waar ik mee kan rijden? Zoals een hijskraan bijvoorbeeld. Alsof ik jou met een hijskraan zou laten rijden. Bedankt. Laat maar eens zien dat je een echte bouwarbeiter bent. Repareer die takel daar. Een andere softie heeft de onderdelen in dat zwembad laten liggen. Kan ik zeggen dat ik geen koffie lust? Straks ontslaan ze me, omdat ik... In het zwembad. Laat dat zwembad eerst leeglopen. Leeglopen. Ja, hoe gaan we dat doen? Ja. Je hebt toch een drillboor? Weet je nog hoe je die moet... Oh, serieus, gaat hij zo leeg? Nou, dat is natuurlijk ook een optie. Moeten we nog meer drill boren misschien? Een kopje koffie. Dus dit hoort er ook allemaal bij. Oké, dan misschien dit nog doen. Maar even verder zoeken. Mijnwerker. Hier kunnen altijd belangrijke spullen liggen, maar nu niet. Zo te zien moeten we hier ook nog wat openbreken. Steen.
Een van de superstenen. Oh, dit was niet de beste teleporter dus. We moeten even een plek vinden waar we dat water weer verder kunnen leeg laten lopen. Want dit heeft natuurlijk eigenlijk geen zin wat we nu aan het doen zijn. Ik sla steeds op mijn duim met mijn hamer. Ik ga eens wat anders proberen. Op mijn teen slaan bijvoorbeeld. Ah, kijk hier. We beginnen nu eindelijk een beetje te snappen en ik ben nu pas slim aan het worden. Hoppa. Zoek de onderdelen. Nou, die onderdelen komen eraan als het goed is. Tada. Je wilt toch die hijskraan besturen? Ja, ja. Ga dan door die deur daarboven. Wie heeft die muur daar gebouwd? Idioten, ruim hem uit de weg met explosieven. Kom op, je kunt toch wel een simpele opdracht uitvoeren? Niets meer te melden? Goed. Dat is die man een zeurt, ja. Zit alleen maar te janken. Stop met lopen en ga eens rennen, man. Er zijn explosieven in het opslaghok. Heeft hij zoveel vermommingen voor nodig? Ben je gewoon helemaal moe van. We komen eraan. Repareer de stoppenkast erboven. Kan ik zeggen dat ik geen koffie lust? Straks ontslaan ze me omdat ik liever thee drink. Mijn neef is ontslagen bij de politie omdat hij geen donuts lust. Misschien kwam dat doordat hij een computer had gehad. Vandaag heb ik mijn helm wel opgezet. Ik voel me nog even een kopje koffie drinken. Zo, dan repareren we dit ding weer. Weet jij niet hoe een lift werkt? Ja, dat weet ik wel, meneer. Alleen ik donderde naar beneden per ongeluk. Staat dat gebouw überhaupt in de fik? Welke idioot heeft dat gebouw in brand gezet? Toppa. Oh.
Dat was de verkeerde kant. Oeps. We moeten dus naar beneden. Draai de gaskraan dicht. Gebroeid je spierballen. Wat moet ik hier eigenlijk doen? Maar daar. Kun je niet eens de deur openbreken? Jawel. Oh, kom op. Er moet hier toch ergens een reserve zijn? Kan ik ergens mee helpen? Ben bang van niet. Ik heb de sleutel van het poorthuisje laten vallen en de waakhond is ermee vandoor gegaan. Kun je die sleutel niet gewoon terugpakken? Ja hoor, tuurlijk. Oh nee, wacht. Ik wil graag mijn beide handen houden. Ik wil graag je beide handen houden. Hoe komen we aan een botje dan? Als ik mijn lunch daar nog niet op had, dan had ik die hond wel uit zijn hok kunnen lokken. Hij heeft het botje ergens begraven. Hier dus. Ik hoop maar dat deze klus me dichter bij Rex brengt. De sleutel! Jij hebt me uit de penarie geholpen, makker. Kom op! Gebruik de sleutel om het poorthuisje open te maken. Oké. Hoppa. Als wat is die hijskraan hier toch ook ergens? Kom op. Ah, daar ben je. Wat? Hoe ben jij? Ik ben niet Albert. Ik ben Werner, zijn tweelingbroeder. Oh. Ha, ik dacht dat je er anders uit zou zien. Dus, jij wilt een hijskraan besturen, hè? Ja. Dan moet je er eerst een bouwen. Oh. Bouw die hijskraan. Ik heb veel meer stenen nodig voor ik dat superbouwsel kan maken. Nou, ongetwijfeld zullen we hier wel ergens een van die stenen vinden. Kijk, daar is er al eentje. Waar vinden we nog meer supersteen? Eentje. I know dat ik meer stenen nodig heb, maar... Waar tover ik nog meer stenen vandaan? Nieuwsgierig waar ik nog meer stenen vandaan gaat over hier. We gaan ze even zoeken. Als het goed is moet er hier in ieder geval eentje liggen.
Superpauzedoel is al gehaald. Dat is mooi. Kunnen we nu starten met bouwen? Een hijskraantje. Dus jij denkt dat je een hijskraan kunt besturen? Laat maar eens rijden die hijskraan naar dat gebouw. Snel! Die hijskraan kan ik akelig goed besturen. Gebruik de hijskraan om die pijpen op te tillen. Ik kan dat met mijn blote handen. Genau. Kom op, dit is een bouwplaats, geen kindergarten. Till eens zo'n pijp op, Junior. Wat? Kun je niet eens zoveel Lego tillen? Verplaats de arm van de ijskraan met L3. Druk op vierkantje om het object groen te lichten. Leg ze in de goede geul. Geen fouten maken. Die zijn onuitwisbaar. En jetzt de rest. Moet je ergens heen? Maak je geen zorgen. Ik kom terug. Hopelijk vind je het niet erg als die hijskraan er straks niet meer is. Want ik ga hem gebruiken om een Rex op te pakken. Met de hele sterke arm der wet. We moeten die nog dat pakken, toch? Wat te vangen, ik vloog gewoon. Maar zo gaat alles wel snel kapot. En daar leggen de supersteen nu. Superstenen kan je waarschijnlijk altijd gebruiken. Waar maak ik af wat nu de bedoeling is? Alles is kapot, toch? Komt de stroom als wat naar die kleurenmachine? Prachtig. Hier.
snap niet zo goed waarom dat niet kan dan. Dacht al. Ik ben nieuwsgierig wat ze nu willen dat we gaan doen. Even kijken. Daar gebeurt ja helemaal niks. We moeten daar nog even naartoe. Heel gedoe. Oké, prachtig. Dat was ook weer een supersteen die we erbij nu hebben. Ook al een keertje heerlijk. Dan ben ik nieuwsgierig wat ze nu willen, wat we gaan doen. Waar hebben we dat ding? Dit hek is nog steeds dicht. Is deze open? Kunnen we deze openmaken eventueel? Oh, zo. Mooi. Rex zal tevreden zijn. Ja, laten we hem naar Rex brengen. Waar hij ook mag wezen. Je bent zo'n grapjas, Jimmy. Wij gaan die hijskraan gebruiken om iets anders te stelen. Ik maak de poort wel open zodat jij hem naar buiten kunt rijden. Die hijskraan, Jimmy. Oké. Geef me even de tijd. Hallo. Bedankt. Ik moet hem zo naar de sterrenwacht rijden. Blijf hier en zorg dat niemand me achtervolgt. Ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat er een mol in de bende zit. Nee. Jawel. Ik zie je daar over 10 minuten. Oké.
Ik ben een meester in vermommen. Oh, precies vandaag mijn bril thuis laten zien. Nou, werkelijk waar, ongelooflijk dat hij weer uiteraard vandaag zijn bril moest worden vergeten. Typisch Lego, zeggen we dan. En weer wat gouden stenen erbij. Maar dit was in ieder geval de bouw, dat we op de bouw waren. We gaan ook de video afsluiten, dames en heren. Ik hoop dat jullie van deze video hebben genoten. Vergeet niet te abonneren en te liken voor meer. En dan zie ik jullie graag later. Toedeledokie.